ik heb van mijn werk kerstpakket gekregen en die laat ik aan jullie nu zien. Ik ben nou thuis gekomen, ik kom net bij mijn moeder vandaan en toen ik bij mijn moeder vandaan kwam ben ik even naar de supermarkt geweest en wat was dat ongelooflijk. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben lekker richt in mijn werk, zoals jullie zien. En wat ik er trouwens op nieuws heb gehoord, dat we waarschijnlijk met kerstdagen natte sneeuw kunnen krijgen. Ik ben benieuwd en ik zit te kijken naar de grond. Ik weet niet of jullie kunnen zien, maar het is het ziet er zo spekglad uit. Dus ik denk dat het verstandig is om met z'n allen rustig gaan lopen, niet gaan rennen of sowieso op straat. Want het is pokken glad, lijkt mij, als je kijkt op straat. Ik denk vooral met op bruggen. Ik heb van mijn werk een kerstpakket gekregen en die laat ik aan jullie nu zien. Gaan we even lekker het kerstpakket van mijn werk even openen. En ze zeiden, je kan ook nog iets winnen. Wat ik allemaal heb is chocomel. Koekjes. En chocola. En hagelslag. En kerststol. Feeststol eigenlijk. En nog een mondkapje. Ook nog. Die ga ik denk ik op mijn werk dragen. En een kerstkaart. En er stond er nog iets in, dat ga ik ook openen. Kijk wat erin staat. Beste topper. 2020 was een veel bewogen jaar. Gekke drukte ook met het virus zijn wij nog niet klaar. Voor ons ligt de kerst. Periode. Samen gaan we ervoor. De schouders eronder. Dan komen we ook deze drukke tijd weer door. We bedanken je voor de inzet. Vandaar dit kleine gebaar. Namens de PV en management. Geniet ervan. En blijf gezond met elkaar. Gezond met elkaar. Dankjewel mijn werk. En ja, er zat nog iets bij. Met een loodje. En een kerstcadeau. Nou, ik moet dat in de gaten houden en bewaren. Dus deze hou ik sowieso even hierin. En misschien ga ik wel winnen. We gaan het zien. En een kerstcadeaukaart. Dus, maar ja. Dus dat. Ik ga deze apart houden. En dan spullen weer inpakken. En dan ga ik die weer inzetten. Zo. In de kast stoppen, denk ik. En in ieder geval apart. En dan ga ik even koffie drinken en lekker relaxen. Dus laten we dat even doen. Eerst even in ieder geval lekker bakje koffie zetten. En lekker bijkomen. En dan ga ik ook nog richting moeder. Maar ik krijg morgen dadelijk ook nog, als het goed is, als ik niet vergeet, bezoek van de monteur die mijn deur gaat maken. Dus ja, daar ga ik ook op wachten. Maar moet ik alleen mijn moeder even laten weten. En als het niet lukt, dan zien we wel. En ik maak er geen zorgen om. Ik ga nu even lekker klaarmaken. Ik ben nu onderweg naar mijn moeder, want ik had twee dingen voor mijn moeder gekocht. Want ze wou ze gaan hebben waar andere winkels niet hadden. Dus ik ben dat dan nu even richting mijn moeder aan lopen en ga ik dat even brengen. En misschien gezellig even een gesprekje houden. En even lekker babbelen. En dan even een bak koffie erbij. Dat is ook wel lekker. Dus laten we dat doen. Laten we dat doen. We gaan even lekker naar mijn moeder. Het is echt prachtig weer vandaag. Het ziet echt heel mooi. Echt helder uit alles. Bijna geen wolk aan de lucht. De temperatuur is best wel warm, vind ik. Terwijl dat we in december zitten. Ik gok 10 boven de 10 graden of boven 10 graden. Echt bizar.
december. En dan moet je beseffen dat waarschijnlijk kerstdagen dat gewoon temperatuur weer kouder is aan gaan worden. Echt heel apart. Vandaag natuurlijk is het de 21ste, als ik goed heb. Nee, de 22ste. Dus het is al bijna zover dat het bijna kerstaandagen aankomt. Word ik eigenlijk al vast. Het gaat ongelooflijk hard te jaren. Niet normaal. Maar we gaan nu even richting mijn moeder. Laten we dat. Ik ben nou thuis gekomen. Ik kom net bij mijn moeder vandaan. En toen ik bij mijn moeder vandaan kwam, ben ik even naar de supermarkt geweest. En wat was dat ongelooflijk druk. Ik kan je ook gelijk vertellen, toen ik aan het werk was, was het ook ongelooflijk druk. En ik dacht, wat is hier aan de gang? Heel bizar. En ik denk van, Sander, maar jij denkt er anders over misschien. Ja, maar het is gewoon bizar. En dan denk ik van, ja, hoe dan? Maar wat ik nu ga doen is lekker relaxen. Achter de computer, even lekker bijkomen. Ik ga maar lekker nu maar lekker eten maken. En dat is nou eigenlijk maken, gewoon makkelijk. In de oven doen en dan klaar. Dus ik ga lekker vrij eten en morgen ga ik met die baby wat anders eten. Maar dan gaan jullie morgen wel zien hoe wat. Morgen ga ik wat anders ook doen, maar dan gaan jullie ook morgen zien. Maar eerst, wat ik al zei, even eten klaarmaken. Dat mag ik erom doen. En die Ganja is de hele tijd ook druk aan het doen, jongens. Niet normaal. De hele tijd door de huiskamer rennen en denk, Ganja, doe eens rustig. Hij is nou op gemak te eten. En dan krijgt een papiertje niet eraf. Laten we die even proberen af te halen. Wow. Denk van, hoe dan? Waar zit het beginnetje? Nou, ik krijg hem niet. Nou, waar zit hij nou? Ben je dit serieus? Ben ik echt zo moeilijk aan het doen? Wacht even, momentje, even licht aanzetten. Ik kan het beter zien misschien. Ah, oh, weet je wat ik ga doen? Ik pak een schaar. Dan heb ik het schaar gelaten. Daar. Nou, moet je gekke worden. Ik krijg hem nog steeds niet open, jongens. Ah, nu wel. Ja, ik heb hem. Zo. Zo, wat doe ik moeilijk, jongens. Zo, hoppakee. Die maar eruit halen. En kijken hoe lang die erin moet. Oh, dat gaat wel goed komen. Gaan we even lekker in de oven gooien. Ja, gooien. Neerzetten en dan lekker wachten tot die klaar is. Zo, en dan 25 minuten. En dan wachten maar. Lekker mijn lasagne uit de oven gehaald namelijk. En die ga ik lekker van spullen en dan ga ik lekker YouTube bij kijken. Lekker van deze lasagne genieten. En wat ik al zei, ik ga daar morgen ergens anders eten. Bij wie en hoe wat, dan gaan jullie morgen zien. Dus hou mijn vlogs in de gaten en dan ga ik nu lekker dit eten. Ik ga daarvan genieten. En ik denk dat jullie ook dat, ik weet niet, de vraag, ik denk dat het heel vaak is. Ik denk als jullie andere YouTubers kijken, of mij, of wat dan ook, en ik laat bijvoorbeeld eten zien. Dat jullie ook denken, oh daar heb ik trek in, of daar heb ik trek in. Dat jullie ook ineens trek in ergens in krijgen. Ik heb het, als ik bij andere YouTubers kijk in de vlog, heb ik dat wel. Ik weet niet of jullie dat ook herkenbaar is, maar ik heb het wel eens. Ik weet niet of jullie het hebben, laat even weten in de reactie. En ik zag ook een hele leuke reactie voorbij komen. Dat is over toen de laatste persconferentie. Dat, kan ik al, dat was een hele mooi verhaal, dat vond ik. En ik kreeg ook een hele leuke tip van jullie. Een van jullie. Wacht even, een laatste reactie. Ik begin een
maatregelen zo zat te worden. Ik krijg gewoon een verplicht thuis eten. En normaal eet ik maandag. En bij iedereen anders. Ik denk dat bij zorgorganisatie echt heel zwaar krijgen, om zo te zeggen. En zo herkenbaar wat diegene zegt. En nog een leuke reactie. Dat nog iemand zegt Queen hoort op 1. En ik had een hele leuke reactie toen ik met cola bezig was. Cola in de wc gooien en dan naar je werk heel de fles. En als je thuis komt door heel die... En doorheen... Borstel er doorheen halen. Kalk in het pot verdwijnt echt. Doe het ook om de maand. Oh, nou. Ik vind dat in ieder geval een hele leuke tip. Maar dan moet je nagaan hoe slecht cola, wat ik er nogmaals weer op ingaan, dat cola zo slecht is, maar ook wel een goede hulpmiddel is eigenlijk, voor dingen schoon te maken. Ik ken een verhaal, daar was iemand mee bezig en die grote cola oververroest iets heen en dan was hij ineens verroestvrij. Hoe dan? Moet je nagaan, cola, wat het doet eigenlijk. Ik begin een beetje in te kakken. Ik ga klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. En lekker slapen. En lekker naar bedje toe. Want wat was een superleuke dag in ieder geval vandaag. In ieder geval de laatste dag dat ik er gewerkt heb. Nou, volgende week moet ik weer over 2 dagen vrij. En dan moet ik weer daarna weer werken. Maar ja, wat ik ook wil zeggen is dat ik een vlog ga afsluiten. En lekker mijn bedje ga opzoeken. Wat ik tegen jullie wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie vooral deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Nou, die persoon die zou komen is nu aangekomen. Want die gaat zo meteen even de deur openmaken. Wat sleutel van het huis gaat. Ik ga het pakken en ga ik hem. Die persoon zou komen, dat is.